Ontdek techniek met experiment bij School TV. Ben je klaar? Zit je goed? Ben je wakker en doet alles het nog goed? Als je wilt, als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Wow, die was hartstikke naast. Die bal is helemaal niet naast. Die was echt heel erg hartstikke naast. Jij kan gewoon niet tegen je verlies. Oh, je kan zelf niet tegen je verlies. Het was mis. Ook maar raaf. Een meter Toast. Naast. Misschien nog meer. Oh, mag ik ook een beetje? Je krijgt hartstikke dorst van het voetballen. Alsjeblieft. Ja. Wat? Was het een doelpunt of niet? Oké. Alsjeblieft. Lekker. Hé, hey, wat is dat voor brief? Oh, ja, die kwam gisteren. Ik weet het niet wat het is. Even kijken hoor. Beste bewoners. Door werkzaamheden aan het waterleidingnet is het water morgen vanaf 5:00 uur afgesloten. Wow. Als deze brief gisteren is gekomen, dan is morgen vandaag. Nou, en dan is vandaag morgen. Braaf, dat betekent dat we over 2 uur geen water meer hebben. Geen water? Ja. Ja, wat moet ik dan drinken? En dan moeten we dan eten koken, of in bad, of de was doen, of de afwas. Ja, of naar de wc. Ja, wat moeten we nu doen, Fred? Zonder water gaan we dood. Geen paniek, ik weet al wat ik ga doen. Ik ga gewoon naar ze toe en vraag of ze ons water aan willen laten. Ja. En misschien kunnen ze wel een andere keer aan de waterleiding werken. Ja. Als we op vakantie zijn of zo. Ja! Het komt allemaal goed, Raaf. Oké. Okay. Strakjes, Raaf. Ja, strakjes. Als het me lukt. Oh, nee. Hij ligt hier net in de jol. Oh. Hoe moet ik nu naar het waterleiding? Oh, meneer. Meneer. Ik heb net mijn sleutels in de put laten vallen. Er zit een sleutelhanger aan en een geel bad eentje. Oh, vervelend. Heb je geen reserve sleutel? Nee. Dat is jammer. Succes ermee. Nee. Meneer. Ja? Kan ik niet mee naar beneden? Ja, maar daar ga je niet voor de lol in. Ja, dat weet ik, maar mijn sleutels. Nou, vooruit dan. Moet dat nou? Straks hebben we een dag geen water. Als het verder niet lukt om ze te stoppen. Oh. Wacht eens. Oh. Stinkt hier vreselijk. Oef. Het is ook niet zo gek. Want hier komt al het vieze water terecht dat iedereen wegspoelt door de wc of door de gootsteen. Er zit hier echt van alles. Zeep, tandpasta, poep, plas, modder en etensresten. Het is maar goed dat het onder de grond zit. En niet zomaar over straat stroomt. Nou, gelukkig maar. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je er ziek van kunt worden. 1. Waar komt dit water allemaal vandaan? Het water komt van de huizen, van de fabrieken, de scholen. En als het heel hard regent, dan staat het water tot hier. Nee. Helemaal vol. Echt waar? Ja, dan wil je hier niet zijn. Nou, ik ben blij dat het nu niet regent. Zo, 3 en dan... Wacht eens even. Hoeveel water heb ik eigenlijk nodig?
Even denken. We douchen. We doen de afwas. We doen de gewone was. We moeten naar de wc. Misschien weet Verhet het. Ja, even bellen. Oh, telefoon. Hallo? Hey, Verhet. Hoi. Zeg, ben je er al? Nee, ik ben er nog niet. Ik zit nu midden in het riool. Waar? Ja, dat leg ik je straks wel uit. Ik ben... Wat is dat voor geluid? Oh, gewoon. De kraan. Terwijl je aan de telefoon zit. Raaf, doe je toch even de kraan dicht? Ja. Jongens. Ah, is dit al? Wacht, luister dan. Oh. Wat moet ik nu? Nou moet je naar het gemaal. Naar het gemaal? Daar gaat al dit vieze water naartoe. Nou ja, dat is lekker. Dan weet ik nog niet hoeveel water ik nodig heb. Nou. Dan ga ik het zelf uitzoeken. En waar is dat, dat gemaal? Dat is ongeveer 1 kilometer verderop. Dank u wel. Maar ik zou boven de weg gaan. Wat? Ik zou over de weg gaan. Ah, natuurlijk. Zo, nou. 3 pannen, 3 afwasjes. Oh, ja, we moeten ook plassen. Oh, we hebben geen pannen meer. Nou, dan moet ik wat anders zoeken. Jongen, moet ik kijken wat dat allemaal is, jongens. Jongen. Dag meneer. Hallo. Gaat het? Nou, niet echt, nee. Kijk wat ze er allemaal in gooien. De pomp is helemaal vastgelopen. Ongelooflijk. Ja. Gooien ze dit er allemaal in? Ja, dat hebben ze er allemaal in gegooid. Kom vast tegen kleding, wc-doekjes. Daar ben ik net tegengekomen. Een fietssleutel met een eendraad. Je moet je toch missen als je dadelijk met de fiets weg wil? Nou ja. Moet je kijken. Ja. Een fietssleutel. Dat doe je toch niet? Ja, je gooit toch niet je fietssleutels in het riool? En weet je wat? Geef ze maar aan mij. Hoezo? Om... Dat, Oké. Het zijn mijn fietssleutels. Daarom ben ik hier. Waarom heb je die in het riool gegooid dan? Nee, ik heb ze er niet in gegooid. Ze zijn erin gevallen. Nou, dan heb je geluk. Hier, alsjeblieft. Dank je wel. Ah, mijn fietssleutels. Nu ik hier toch ben. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd waar deze pomp het water heen pompt. Deze pomp die pompt naar de waterzuivering. En wat gebeurt daar dan precies? Nou, daar wordt al het rioolwater schoongemaakt, zodat het schone rivier weer ingepompt wordt. Oké. Ik heb er ook nog een leuk filmpje over. Leuk? Dan zet ik hem meteen op onze website. Oh, daar heb ik ook een leuk proefje staan hoe je zelf water schoon kunt maken. Hé, maar dat water hè, uit de rivier, dat kan je nog niet drinken. Nee, dat kan je nog niet drinken. Het moet eerst schoongemaakt worden. En waar gebeurt dat? Bij het waterleidingbedrijf. Waterleidingbedrijf, natuurlijk. Het waterleidingbedrijf. Oh nee, ik moet ze nog vragen of ze het water niet willen afsluiten. Het is al 4 uur, ik moet opschieten. Strakjes. We gaan alle 2 3 keer per dag naar het toilet. Dus dat is 6 stortbakken vol. Dat zijn wel heel veel bekertjes. Mevrouw, hoi. Hi. Ik heb een vraagje. Jullie willen het water afsluiten in het HBB Clubhuis. En ik dacht, misschien kan het wel een andere dag. Nee, dat gaat echt niet lukken. We moeten werken aan de waterleiding in de straat en dat is heel belangrijk. Oh. En we gaan ook al over een uurtje beginnen, dus dat kunnen we echt niet meer stoppen. Je bent natuurlijk gewend dat er altijd water uit de kraan komt. Ja, maar dat komt klopt. Wel... Heel wat bij kijken voordat het geval is. Wat moet je daar dan allemaal voor doen? Nou, dat kan Hans beter vertellen, want die weet alles van deze zuivering. Hans, ah, fijn. Waar halen jullie al het water vandaan?
Het water wat je hier ziet, dat komt uit een hele grote rivier. Ja. Daar gaat het zeg maar eerst een hele grote bad kuipen. Daar blijft het een maandje of vier liggen. Ja. En dan komt het via een hele grote pijp waar ik in kan lopen, hier naartoe. En in deze bakken gaat het grove vuil er als eerste uit. Oké, als ik het goed begrijp, zit er in die badstrommel, ja, ik noem het maar even zo, zit daar dus al het viezigheid. Klopt, dit is de allereerste stap. Het rivierwater komt binnen in de trommel. Ja. En wat uit de trommel komt lopen, dat is al wat schoner water. En zeg maar de takjes en de hele kleine visjes, als ze erin zitten, die gaan in de binnenkant van de trommel, gaan die in de leiding en dan gaan die eruit. En dan vangen we op. Ja, ja. Maar dit kan je nog niet drinken. Nee, nee. Als je dit drinkt, word je ziek. Het water komt uiteindelijk hier. Klopt. En wat gebeurt hier dan? We hebben in het andere gebouw zeg maar een stofje toegevoegd. Dat werkt als een soort magneetje. Dat magneetje trekt heel klein fijn vuil aan en een zak naar de bodem toe. En dat wordt hier weggevoerd. Aha. Dus als ik het goed begrijp, wordt daar dus het grote vuil eruit gehaald. En hier het kleine vuil. Ja, dat kun je ook zien. Want kijk maar, het water is hier al veel helderder als in het andere gebouw. Dus dan zou je het nu kunnen drinken, of niet? Nee, nee. Je kan het nog steeds niet drinken. Dan word je echt ziek. Maar wat doen jullie precies om ervoor te zorgen dat je er niet ziek van kunt worden? Nou, om te zorgen dat wij er niet ziek van worden, laten we het water door deze grote pijpen lopen. Ja. Uiteindelijk komt het zeg maar bij deze zwarte ronde gaten terecht. Er zitten allerlei lampen in. Hierin? Hier zitten allerlei lampen in. En daardoor gaan de hele kleine beestjes die wij niet kunnen zien, die gaan dood. En dan worden wij niet ziek. Dus dan kan je het gewoon weer drinken? Je kan het wel drinken, maar het is nog niet zo lekker. Oh. En wat doe je dan om het lekker te maken? Nou, we staan hier bij hele grote ketels. En die ketels zijn gevuld met allerlei zwarte korreltjes, zoals dit. Ja. Daar stroomt het water erheen. En dan krijgt het een lekkere smaak, zodat je het lekker kan drinken. Oké, dus dit zit hierin. En dat is het helemaal vol? Dat zit helemaal vol. En het water stroomt van boven naar beneden? Ja. En dat gaat er doorheen en dat houdt alle vieze smaken, houdt dat zeg maar vast? Klopt, klopt. Dan smaakt het water erg lekker. En dan kan je het wel drinken? Dan kan je het drinken. Dus eigenlijk is het best wel veel werk om drinkwater te maken? Ja, het is heel veel werk om drinkwater te maken. Dus daarom zeggen we ook altijd, jongens, wees zuinig met water. Ga er verstandig mee om. Ja. Niet te lang douchen, geen lekkende kranen, zuinig zijn. Nou, ik ga er meteen wat aan doen. En meteen wat water in voorraad nemen. Oké, dankjewel. Bedankt. Hey, tot ziens. Doei. Jo, dag. In huis gebruik je water. Om te drinken, voor de wc, voor in bad, water voor de plantjes en om je tanden te poetsen. Het gebruikte water stroomt in het riool, een grote buis onder de grond. Die buis loopt naar de rioolwaterzuivering. Dat is een fabriek waar ze het rioolwater schoonmaken. Niet zo schoon dat je het kunt drinken, maar schoon genoeg voor de dieren en de plantjes in de rivier. Een drinkwaterfabriek haalt het water een tijd later weer uit de rivier. Daar wordt het heel goed schoongemaakt, zo schoon dat wij het kunnen drinken. Als het water helemaal schoon is, gaat het via de waterleiding naar de huizen. Zo. Hallo, ik ben er. Hey. Hey. Pas op. Hoi. Wat heb jij nou gedaan? Hey, goed hè? Tanden poetsen, douche, aardappels, plantjes in de tuin, bellen blazen, bad verhit. Ja, het water is al afgesloten, maar wij hebben genoeg om het tot morgenavond vol te houden. Echt? Mm-hmm. Oh, wat goed, Raaf. Ja, slim hè? Nou, ik heb wel een beetje dorst gekregen van al het geren. Waar is het water om te drinken? Ik ben nou het drinkwater vergeten, Raaf. Ja, sorry hoor. Maar ik moest ook alles alleen doen. En eigenlijk is het ook heus zo erg niet hoor. Oh nee? Wat moeten we dan drinken? Nou, limonade. Limonade? Ja, waarom niet? Oh, oké. Ja. Lekker. Het zou het wel genoeg water zijn. Geen idee. Maar we moeten wel een beetje zuinig doen, hè? Ja. Nou ja, we
kunnen voor de plantjes regenwater gebruiken. Ja, en jij moet niet te veel water gebruiken bij het tandenpoetsen. Nee. Misschien kunnen jullie in de klas ook eens nadenken over hoe je water kunt besparen. Ja, dat is hartstikke leuk en nuttig. Ja. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Tussen sterren en de maan, waar de schapenwolken gaan, staat een klein maar fijn planeetje. Met een huisje, een boompje en een beestje. Tussen sterren en de maan, waar de schapenwolken gaan, staat een klein maar fijn planeetje. Met een huisje en een boompje en een beestje. Tussen sterren en de maan, waar de schapenwolken gaan, staat een klein maar fijn planeetje. Met een huisje en een boompje en een beestje. Tussen sterren en de maan, waar de schapenwolken gaan, staat een klein maar fijn planeetje. Met een huisje en een boompje en een beestje. Met een huisje en een boompje en een beestje. Wie ruimt dat op? Ongelooflijk zeg. Kijk nou toch. Wat een troep. Het lijkt wel een varkenstal. Zo'n rommeltje heb ik nog nooit gezien. Ha! Hé, hey, Erik. Het is toch niet te geloven, hè? Hé, hey, Erik. Joehoe. Wakker worden! Ja. Het is al middag, hoor, Erik. Ja. Zou je niet eens opruimen? Ja, dat zou ik vanmiddag doen. Ja, je had het zeker te druk, hè? Met niks doen. Ja. Even serieus. Wat krijg ik van je? Hoe bedoel je? Krijg ik geen cadeau. Hoezo? Ik ben morgen jarig. Grappenmaker. Dat cadeau bedoel je. Ja, dat wou ik vanmiddag gaan kopen. Nou, dan mag je wel opschieten. Over 2 uur gaan de winkels dicht. Dat is heel goed inderdaad. Ik ging het nu meteen doen. Prima. Dag. Ik hou van glimmende dingen, Erik. Ja, dat weet ik. Doei. Goedemorgen. Dag. Stom. Kan ik dat nou vergeten? Oeh, dat heb ik weer. Mijn spaarpot. Wormen doen nog meer goede dingen. Dat gaan we met een proefje zien. Eerst moeten we wormen vangen. Dat zijn dikke jongens. De glazen bak wordt gevuld met zand. Eerst licht zand. Dan zwarte aarde. Ja, dat is zo goed. En alles even goed aanstampen. En nog wat blaadjes erbij natuurlijk. En als laatste de wormen zelf. De bak wordt afgesloten, dan is het voor de wormen lekker donker. Net als onder de grond. Af en toe krijgen ze een beetje water en de wormen worden op een koele plek gezet. Na een week kun je zien wat ze gedaan hebben. Ja, ze hebben allemaal gangetjes gegraven en dat is goed voor de grond. Die blijft zo lekker luchtig. De wortels van de plantjes kunnen dan beter groeien. Hey Erik, zoek je iets? Nee, ik ben aan het opruimen. Oh, goed zo. Dan is het morgen netjes voor mijn verjaardag. Heb je een mooi cadeau? Ja. Wat is het? Verklap ik niet. Maar ik moet eerst opruimen. Zal ik helpen? Ik kan wel een snaveltje gebruiken. Ah,
Dat is heel mooi, want wij dieren zijn de beste opruimers van de natuur. Ik zoek eigenlijk vooral mijn spaarpot. En dat is een varken, spaarvarken met een gleuf op zijn rug. Even kijken. Hé, dit diertje hebben we net ook al gezien. Pissebedden zitten ook graag onder de schors van een dode boom. Ze knabbelen lekker aan het dode hout. Zo helpen ze ook mee opruimen. Net als de worm graaft de pissebed graag onder de grond. Daar eet hij van alles en poept het ook weer uit. Die poep is goede mest voor de plantjes. En al die gangetjes die hij graaft maken de grond weer lekker luchtig. Ook weer goed voor de plantjes. En hier is nog een opruimer. Deze miljoenpoot eet ook graag rottende blaadjes en hout. Kijk, hier poept hij. En weet je nog? Van die poep groeien de planten weer goed. In de herfst zie je in het bos prachtige paddenstoelen staan. Helpen die ook mee opruimen? Ja, en bij een paddenstoel gaat dat zo. In de grond groeien allemaal draden. Schimmeldraden noem je die. Op die schimmeldraden groeien witte knopjes. En uit zo'n knopje groeit een paddenstoel. Zoals deze vliegenzwam. Rood met witte stippen. Kijk, daar heb je van die witte schimmeldraden waar paddenstoelen uit kunnen groeien. Makago, gunt het? Ja, Aaf, dat zie je morgen wel. Maar heb je nou mijn spaarpot al gezien? Nee, geen spoor. Erik, wat ga je daarmee doen? Dat gaat weg. Oh, mag ik het dan hebben? Graaf, dat is allemaal oude troep. Help nou maar met zoeken. Sorry hoor, meneer de opruimer. Erik, wat een mooi potje. Dat gooi je toch niet weg? Ja, het gaat allemaal naar de markt. Misschien krijg ik er nog wat geld voor. Mag ik het dan hebben? Nou, Graaf, hou nou met zeuren. Ik wil gewoon nu mijn spaarpot terug. Nou zeg, ik ben morgen jarig. Ik wil gewoon een cadeautje. Mijn spaarpot. Wat heb ik weer? Graaf, ik zal het maar eerlijk vertellen. Mijn cadeau voor jou heb ik niet kunnen... inpakken? Maar dat geeft niks hoor, Erik. Want het is prachtig. Wat een lief varkentje. Ja, ja. En ik noem hem Han. Oh ja, goede naam. Op een morgen werd er bij Vos aan de deur geklopt. Vos was nog niet helemaal wakker. Hij deed de deur open en de postbode hield een brief onder zijn snuit. Bedankt, zei Vos slaperig en ging terug naar bed. De vos deed het bedlampje aan en kroop onder de wol om de brief te lezen. Beste neef, kom bij je logeren als het weer volle maan is. Groeten van oom Ferdinand. Vos staarde suffig naar zijn kalender. Wat? Diezelfde nacht zou het al volle maan worden. Oh nee, kreunde die. Mijn hol is een bende. Hij pakte de bezem en veegde net zo lang tot het vossenhol schoon was en er een grote berg rommel bij de voordeur lag. Wat moet ik daar nou mee? Vroeg hij zich af. Tot hij bij toeval een groot gat in de grond zag. En hij veegde alles het gat in. Das werd met een schok wakker. Ze sprong uit haar bed en daar, midden in de kamer, lag zomaar ineens een heleboel troep. Hoe komt die bende hier? Ze pakte een bezem en veegde de troep uit haar huis door het bos en in een diep hol. Klaar is Kees, zei Das, terwijl alle viezigheid naar beneden tuimelde. De familie konijn knabbelde net aan hun eerste blaadje sla, toen er opeens een heleboel rommel, klats, midden op de keukentafel belandde. Bah, wat een bende, riepen de kinderen. Vooruit, pak allemaal een bezem, riep papa konijn. Met z'n allen maakten ze de tafel schoon en veegden alles het konijnenhol uit. Ze verstopten de viezigheid in een dikke kluit gras en gingen gauw terug naar huis om een nieuw maaltje sla klaar te maken.
kip had wormen in het veld gezocht en kwam terug bij het nest dat ze die ochtend had gebouwd. Ze was helemaal van de kaart toen ze zag dat haar mooie nieuwe nest één grote bende was. Wat is iedereen toch slordig tegenwoordig, kakelde ze. Kip maakte van takjes een bezem om de vuilnis uit haar nest te vegen. Dicht in de buurt vond ze een gat waar het allemaal in verdween. Tevreden ging Kip weer naar huis om eieren te leggen. Mol was in zijn holletje bezig toen er plotseling van alles naar beneden kwam zitten. O, Grietjes, wat is dat nu weer? Vroeg Mol. Ik kan die bende hier niet hebben. En Mol duwde de viezigheid naar de mollengang die binnenin de heuvel kronkelde. Toen hij bij de uitgang van de tunnel was, gaf hij een laatste zetje en ging gauw terug om zijn pootjes te wassen. Ondertussen rolde alle troep van de heuvel naar beneden en landde Rinkel de Kinkel vlak voor de poten van oom Ferdinand, die naar neef Vos onderweg was. Hij raapte alles op en nam het mee naar het vossenhol. O, nee, riep Vos, toen hij zijn eigen rommel weer zag liggen. En toen kwam de familie Muis voorbij. Wat hebben we daar? Riep mevrouw Muis verheugd. Wie gooit er nu zulke prachtige spulletjes weg? Ga je gang, zei Vos met een zucht van verlichting en nam oom Ferdinand snel mee naar binnen. Ik wou dat al mijn neefjes zo schoon en netjes waren als jij, zei oom Ferdinand toen hij het vossenhol zag. Ik doe mijn best, zei Vos met een scheef lachje. In de gloria. Gefeliciteerd, Raap. Oh, nog eentje. Bedankt, Erik, voor al die cadeaus. Ja. Oh, en jij ook bedankt voor het helpen met opruimen. Ja. Het is hier nog nooit zo schoon geweest. Ja, opgeruimd staat netjes. Zo is het. Oh, ik ga maar. Oh, mooi, hè? Prachtig. Kijk, ik heb hem helemaal speciaal voor... Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel.